Kassie kijken met Ron Vergouwen. Wij Nederlanders pochen altijd heel graag met wat voor vernieuwende televisie we allemaal wel niet maken hier. Maar in België doen ze voor onze creativiteit helemaal niet onder. Ook bij ons zijn de tv-ideeën van dit volkje inmiddels volop doorgedrongen. Welkom bij Man bij het Hond. Of de ondeugende Benidorm Bastards. Hey, psst. Dat is hier allemaal verborgen camera. Mondje dicht, hè, of ik weet u te vinden. Maar ook Wie is de Mol, De Quiz, De Slimste, Basta, Flikken en ja, zelfs Kabouter Plop, allemaal Vlaams. En dat ging tot nu toe altijd heel gemoedelijk. Maar deze zomer is er in Nederlandstalig België een ware aardverschuiving geweest in TV-land. De reden, de komst van een nieuwe commerciële zender, getiteld Vier. Dames en heren, vandaag is een belangrijk moment in de Vlaamse televisiegeschiedenis. Voilà, dan gaan we er nu even uit voor reclame. Dit nieuwe tv-kanaal was eerst van de Vlaamse tak van het bedrijf SBS. Dat net als de Nederlandse SBS vorig jaar verkocht werd. TV-producent Woestijnvis werd de eigenaar. En dat is het bedrijf dat ook het genie is achter bijna al die eerder genoemde Vlaamse tv-successen. En eerder werden die hits door de publieke omroep VRT uitgezonden. Maar die zijn door Vier nu allemaal van ze afgepakt. Plan B is dat als het niet lukt met deze zender, gaan we terug naar de VRT. Dat zal niet mogen, denk ik. Er werd door deze zender in de Vlaamse pers hoog van de toren geblazen over het binnenhalen van deze kijkcijferkanonnen. Wat mij weer heel erg deed denken aan een gebeurtenis in Nederland, zo'n 7 jaar geleden. Vanavond gaat het allemaal echt beginnen. Met amusement wil John de Mol met Talpa een vaste plaats veroveren in de Nederlandse huiskamer. Ja, weet u het nog? Het Talpa-effect. En ook in België, na een paar dagen al, werd de dalende kijkcijferlijn ingezet. Het enige wat echt nog heel goed scoort bij Vier, dat is de kennisquiz De Slimste. Of zou dat liggen aan een opvallende Nederlandse kandidaat die ze daar vorige week hadden? Dag, meneer Mulder, of mag ik Jan zeggen? Lieve. Jan, ik ben heel blij dat je hier bent. Werkelijk heel blij. En ben jij een quizzer van nature? Nee. Als het moment daar is, dan weet ik zelfs de naam van mijn moeder niet. Jan Mulder werd wel met alle egards behandeld door wie hem kende in elk geval. Heb jij Jan nog zien voetballen hier? Nou en of. Fantastische voetballer. De spits van Anderlecht. Voor eeuwig. En jij? Of dat ik Jan Mulder ken. Ja, veel fan bent. Ja, grote fan. Wie is dat? Maar net als bij ons, in de eerder genoemde Talpa-tijd, zijn het vooral de gevestigde publieke en commerciële omroepen die de kijkers weten vast te houden. Want zelfs de kopie van Man bij het Hond bij de VRT doet het beter dan het origineel dat nu op Vier te zien is. Man bij het Hond. Donderdag na De Slimste Mens op Vier. Er is een stevige strijd gaande om de kijker in Vlaanderen. En er wordt vooral gestreden met het genre waar Talpa destijds de oorlog niet mee won. Namelijk eigen dramaseries. Er zijn maar ruim 6 miljoen Vlamingen. Maar ze hebben dit jaar wel 2 keer zoveel fictiereeksen als Nederland. En meestal nog goed gemaakt ook. Nieuw op 1. Zo is er Brussels politiek gekonkel in De Vijfsprong. Jij moet ervoor zorgen dat de bewoners van de Kattenberg zo snel mogelijk hun huizen verkopen. Vier vrouwen die een moord plegen, maar waarom? In Klan. Vier vrouwen uit fucking Vredegem. Wie gaat er nu ooit geloven dat wij ons schoonbroer hebben vermoord? En een serie die wel erg op de Deense detective The Killing lijkt. De bewogen zoektocht naar Lena in Deadline 14-10. En dan vergeet ik er vast nog wel een paar. En die Belgen smullen ervan. De enige serie die het nog even niet heel goed doet, dat is er een die binnenkort ook in Nederland te zien is. Dat is de duistere gangsterserie Creamy Clowns. Godverdomme Wesley! U was hier nog bezig? Zien of dat dan marcheert. Een aantal hoofdrollen in deze serie worden gespeeld door Nederlanders. Onder andere Frank Lammers en Johnny de Mol. Heren van de jury, veel kijkgenot met Creamy Clowns. De eerste film ooit gemaakt waarvan de hoofdrolspelers na de première gegarandeerd levenslang krijgen. Maar de verrassing in de Vlaamse tv-oorlog is onze eigen Paul de Leeuw. Maar liefst 2 keer per week is hij op VTM te zien met de show Manneke Paul. Welkom bij de eerste Manneke Paul. We hebben gelijk iets actueels. Want u weet, deze zomer zijn 3 meisjes van Pussy Riot zijn 2 jaar in een Russisch strafkamp zitten ze. Dat is heel heftig, hè? Dan krijg je echt niks, hè? Nee, zelfs de liedjes van K3 krijg je niet te horen in een Russisch strafkamp, hè? Maar dat werken in België, dat vergt voor onze Paul wel wat aanpassingen in het taalgebruik. Nou, daar heeft hij wat op gevonden. Vlamingen zeiden, ja, Paul de Leeuw, die komt in ons land. We verstaan hem zo moeilijk, want hij praat zo snel. Maar dat geldt ook voor u, hè, West-Vlaams. Ik versta er soms helemaal niks van. Namens deze rap toeterder. En als jullie denken, Paul, je praat rap.
Dan stoppen we de hele show. Dit wordt echt een soort democratisch programma. Maar ja, het is een programma bij het commerciële VTM. Dus Paul moet nu bij die Belgen iets doen dat hij in Nederland nooit heeft willen doen. We moeten naar de reclame. We zijn echt over tijd. Ik heb nog nooit reclame meegemaakt. We moeten naar de reclame. We gaan gewoon een plaspauze houden. De tv-strijd is harder dan ooit bij onze zuiderburen. En zelfs het inzetten van Hollanders wordt blijkbaar niet geschuwd. Gek eigenlijk, want op het moment dat wij weer eens wat meer Belgen zouden inzetten op de Nederlandse tv, zou ik eerder het idee hebben dat het wat rustiger wordt in tv-land. Maar schijn bedriegt. Kassie kijken met Ron Vergouwen.